wij zijn vandaag bij Brouwerij Thee. En wij laten zien hoe bier wordt gebrouwd. Hoi, ik ben Fred. Hoi, Marceline, cameraman. Aangenaam. Welkom bij Brouwerij Thee. Leuk dat jullie er zijn. Hoe is Brouwerij Thee eigenlijk begonnen? Brouwerij Thee is opgericht door Casper Peterson. Die is het bij de molen verderop begonnen. In 1985, dat was een voormalig bakhuis. En het voordeel van het bakhuis was dat daar water aanwezig was en dat er ketels stonden om stoom te genereren. En dat heb je nodig om bier te maken. Dus bijvoorbeeld een basismout. Die gebruiken we in bieren als basismouten. En dit is een karamout genoemd. Deze geeft wat meer kleur en wat meer smaak aan het bier. En hier zie je een hele donkere mout. Die is langer gebrand. En die geeft een wat koffie smaak aan het bier, een chocoladesmaak en die geeft ook een donkere kleur aan het bier. Oh, het voelt heel goed. Zullen we het bier doen? Ja. Een klein beetje zoetig deze borrel. Oh ja! Dat is wel lekker, hè? Het maakt een beetje naar karamel. Maar zo gek nog niet. We zijn nu aangekomen in de brouwzaal. We hebben net de sproten gezien. De mout komt in het water terecht. En dan op verschillende temperatuurstappen worden de enzymen die gaan zetmeel omzetten in suikers. De hop wordt gekookt. De hop wordt erbij gegooid. De hop heeft een bittere smaak. Als het later tijdens de kook wordt toegevoegd, dan heeft het een aromatische smaak. We koken 75 minuten lang. Bij de eiwit die we maken voegen we citroen en koriander toe. Bij de paasei die we maken voegen we zoethout toe. En eigenlijk alles wat je wil, qua fruit. Je kan zelfs groenten erin gooien als je wil. Je kan een kerstboom in gooien als je wil, dat wordt wel gedaan. Alles kan je erin gooien wat je wil. Waarom houden jullie eigenlijk niet in koperen potten? Koperen potten? Heb je die wel eens gezien? Ja. Nou, dat is mooi, hè? Het antwoord daarop is dat RTS, dat is een veel mooier materiaal om te gebruiken. Dus je kan het langer gebruiken, je kan het makkelijk stoom krijgen. Daarom gebruiken we nu alles van RTS. Ja. Kende je ook iemand al toen je hier ging werken? Vrienden of iemand? Ja, ik kende Roel Wagemans, die kende ik al. Dat is de man van de vrouw van mijn vrouw. Of sorry, nee, dat zeg ik niet. Leuk dat jullie er waren, jongens. Ja. He? Vinden jullie het ook leuk? Ja. Proost. Oh. En op is het.